op deze openingsceremonie van het Lachfestival. En dat is dit jaar niet anders. En als u voor de eerste keer, wie is er voor de eerste keer hier? Ja, kijk, toch een aantal nieuwe gezichten. Het is fijn om u te zien, kom volgend jaar gewoon terug. Maar om eventjes te schetsen, die lachmannetjes, dat is eigenlijk te vergelijken met de Oscars, hè. Dat is eigenlijk zo'n beetje de Oscar-uitreiking, maar dan binnen hout halen halen. Dus het is toch wel een zeer grote eer om zo'n lachmannetje in ontvangst te mogen nemen. En voor de eerste persoon die vandaag zo'n lachmannetje ontvangt, ga ik eventjes een aantal dingen voorlezen van de cv, van het curriculum vitae van die persoon. Die persoon in kwestie zal natuurlijk snel weten over wie het gaat. Het gaat over een man. Dus als u een vrouw bent, dan kan je al denken, ik heb niet gewoon. Maar geen schrik, er zijn er nog. Het is een man geboren op 1 februari 1958. Er zitten dus al wat kilometers op. De jonge mannen die nu lopen, maar denken, niet gewonnen. Hè? Ik dacht ook eerst even van, ik ben het. Nee, ik ben later geworden. Nee. Het is iemand, en als ik dit vertel, dan gaat u het allemaal weten. Het is iemand die we eigenlijk kennen. Want er staat van zoveel tot zoveel waarnemend burgemeester van de stad Hasselt. Die heb ik al zien lopen. Ja, want die was hier. Die liep langs de luidjes. Ja, en die is toen burgemeester van de stad Hasselt. Burgemeester van de stad. Het is een vriend van je, de burgemeester. Hè. En op dit moment gouverneur van de provincie Limburg. Dames en heren, Herman Reinders. Ja, Herman, ieder belangrijk figuur in Limburg valt die eer te beurt. We zijn heel blij dat we u dit jaar hebben kunnen strikken, want het is niet altijd gelukt. Je bent al een aantal jaar gouverneur en je kan het festival niet missen door naar hier te komen. Wij rekenen op u ook de komende maanden, want Hout Halen Halligte gaat de gouverneur nodig hebben in heel veel belangrijke dossiers. Ik weet dat Herman zijn schouders daaronder steekt. En daarom dat we een extra stimulans geven via dat mooie lachmanneke. Nog eens een daarvan applaus en dank u voor uw komst. En zoals dat bij elke Oscar-nominatie gaat, een kleine waarderingsspeech van ik wil mijn mama bedanken en vrienden voor de wereld en zo. Een kleine reactie? Voilà. Ik wil de burgemeester en het gemeentebestuur en het organiserend comité bedanken voor deze mooie award, voor deze mooie prijs. Ik denk dat het in het leven belangrijk is dat we moeten blijven lachen, blijven optimist blijven, kijken op een positieve manier naar het leven blijven kijken. En wat de timing betreft, zoals de burgemeester zegt, hij heeft me inderdaad al een paar keer gevraagd, maar ik heb gewacht tot die Brazilianen er waren. Dat is een heel verstandig idee. Geef hem nog een dag van applaus, dames en heren, Herman Reinders. En ik zit dan toch wel een paar dagen voor te bereiden aan deze presentatie en dan krijg ik van meneer Reinders gewoon de pap in de mond, want altijd blijven lachen en het leven met een lach aanschouwen en lachend door het leven gaan, dat is eigenlijk gewoon het motto, de slogan van degene die het tweede lachmanneke vandaag in ontvangst mag nemen. En deze keer is het een vrouw. Kijk, hier is een meneer die heeft het door. Jammer. Het is een vrouw en het is niet zomaar een vrouw. Ik ken haar eigenlijk al redelijk lang. Het is geen ex van mij, maar het is iemand die al jaren op het gemeentehuis werkt. Die ik eigenlijk ken van vroeger in de cultuurgang. Maar tegenwoordig is hij ook nog bezig geweest met sport en de bibliotheek en het imago van de gemeente en gewoon het nieuwe gemeentehuis vullen met haar aanstekelijke lach. Aanstekelijke lach. Dames en heren, Greet van den Zavel. Kan die even naar hier komen? Zowel niet. Een luider applaus alsjeblieft. Ik weet dat Greet een heel aanstekelijke lach heeft. Ze brengt ook heel veel enthousiasme in het gemeentehuis en het nieuwe NAC en bij de mensen. En ze is compleet verrast door deze prijs. Ze wist echt van niks. En ze staat niet graag in de schijnwerper, maar toch een daarvan applaus voor de coördinator van dit festival.
Als Greet echt niet wil, moet ze van mij geen speech geven, maar ze moet ons wel heel eventjes laten meegenieten van die geweldige aanstekelijke lach. Dat is hem dus, haar handelsmerk. Rechtstreeks geïmporteerd voor een burger. Ja, ik ben sprakeloos, dat gebeurt niet heel vaak. Dikke merci. Ik hoop dat ik nog veel mag helpen om lach en vreugde aan deze gemeente te geven. Amuseer je heel hard vanavond, dat doet het hele team en heeft het gemeentebestuur het meeste plezier. Allee, alweer. En dan, dames en heren, een vrij belangrijk moment. Want op dit moment gaan de mensen van het organiserend team hier overal tussen jullie door verschijnen met plateaus. En op die plateaus gaat een klein, vreemd, paars drankje staan. Neem er gerust een af, want dat is een lachborrel en die krijgt u gratis aangeboden. Maar drink hem nog niet meteen op. Want er is een speciale manier om die lachborrel uit te drinken. Dus ik hoop dat u niet te dorstig bent en eventjes uw aandacht erbij kan houden. Wie heeft er allemaal al een lachborrel? Stik hem eens in de lucht. Nog niemand. Ah, ze komen. Ze zijn in aantocht. Een andere vraag. Wie heeft er dorst? Ah, dat komt al in de chakos. Goed. Misschien terwijl dat de lachborrels worden uitgedeeld, even heel belangrijk om te weten. Wie is allemaal rechtshandig? Steken ze uw rechterhand in de lucht. Goed, die mensen, kinderen niet, kinderen mogen niet meedoen, kinderen krijgen van mij geen borreltje. Nee, zo zat is meester Reun nog niet. Mensen met die rechtshandig zijn, die nemen straks het borreltje in de rechterhand. Wie is allemaal linkshandig? Steken ze uw linkerhand in de lucht. Er zijn er toch ook een paar. Goed, die mensen die nemen straks hun borreltje vast in de linkerhand. En wie is er allemaal onhandig? Die mensen die drinken best water. Geen lachborreltjes voor de onhandige mensen, hè? Goed, mevrouw, mag ik uw vriendin ook verzoeken om er mij eentje door te geven? Je mag maar geen pakken dan. Goed. Ik heb hiervoor twee handen nodig, dus ik ga het eventjes zonder microfoon wachten. Ja, dat is al fijn. Pas zo dan. Zo, dank u. Oké, ik ben zelf eerder rechtshandig dan onhandig, dus ik ga volgen met mijn rechtse hand. Onthoud het goed, als je nog geen borreltje hebt, dat is niet erg. En onthoud het goed voor cijfers, hè. Je neemt je borreltje in de rechterhand. Met de andere hand, de vrije hand, maken we een vuist. Dat kun je allemaal meedoen, want je hebt allemaal je vuist. Ja? En van die vuist steken we onze duim en onze pink naar buiten. Ja, dat kan iedereen, steken we zo op. Ja, nu de duim tegen de neus en het pinkje in de lucht. En dan gaan we het balletje ingieten, maar wel rond de eigen arm. Dus nu gewoon voor, dat is wel spelen. Ja. Dus nu gewoon... En wacht even voordat je het doet, want het is heel belangrijk, op het einde, als je het balletje naar binnen gegoten, moet je een hele typische kenmerkende... Sorry. Want dat doet deugd, dat is een ijskoude borrel en het is te warm en dat doet deugd, dat wil ik dan nog horen. We gaan dat zelf eens repeteren, dus nog niet drinken, maar wel allemaal een keer... Dat kan luider, hè? Meer voldoening, kom. Ja, voilà. En dan is er nog één belangrijk ding, want vooraleer dat we het borreltje binnen gieten, moeten we ook een reden hebben om ergens op te toasten. We kunnen niet zomaar een borreltje drinken omdat het een festival is. Heel goed. Aan Jeff Timmers. Deze dame en heer hier boven bij mij op het podium, die mogen vandaag allemaal weer één jaartje bijtellen bij hun gezegende leeftijd. Klopt dat? Ik heb het horen zeggen met de dame. Wilt u ons ook toevertrouwen welke gezegende leeftijd?
Dat durf ik niet te zeggen. En Mulder? Volgend jaar 50. Oh, die zegt dat gewoon. Ik was zo goed voorbereid. Ik had gezegd van ja, maar als je het liever niet zegt, dan zullen we niet tegen de mensen zeggen dat je 49 wordt. En ik ga proberen om niet van dat paar spullen bij mij als te doen, zegt. En dan duwt ze mee. Oké, mag ik u nog heel eventjes verzoeken? Ja, dank u. Zijn er nog bordjes? Want je moet wel weer drinken. Dus je weet het nog allemaal, borreltje in de schrijfhand noemen we dat, hè? Rechtshandige rechts, linkshandige links. En als er toch onhandigen zijn die een borreltje hebben vast, hou het met twee handjes vast, hè? Dan, de vrije hand, duim in de punt naar buiten, duim op de neus, en dan gieten we het zo. En dan zingen we samen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear young mensen. Happy birthday to you. Geef een applaus! En dat ik hier niemand meer zie die gewoon een balletje binnenkapt. Hè. Vanaf nu is het altijd zo, hè. Je moet terugvorderen, denk ik. En nu zat er... Kom een eentje, hè. Goed, dan zijn er ook nog elk jaar een aantal mensen die hier op dit kleine podium tot ridder of tot jonkvrouw worden geslaan. En daarvoor geef ik heel graag het woord aan het genootschap van het Lachmanneke. Geef ze een applaus. Dus luisterjes, ik werd dus wel 70 jaar, hè. Onvoorstelbaar. Ja. Dat was zelf bijna niet geloven. Maar we hebben het over u, we hadden het over u. En we hebben het genoegen om u vandaag tot ridder te slaan en u uit te nodigen om lid te worden voor ons genootschap. U bent, zoals allemaal weet, in Reus geboren. U bent een fantastische basketbalspeler geweest. U hebt zelf bij de nationale ploeg gespeeld. Maar ik ga u een vraag stellen. Wat is de kleur van een basketbal? Oranje. 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 Die bal is telkens aan rood geworden. Vandaag, nu heeft u genoeg, heeft de bal blauwe. En oranje is ook eens, maar in basis zijn we allemaal rood in de bal. Hè. En de gouverneur, ik moet u meegeven, je hebt net om vandaag naar Houthaan te komen. Waarom? We hebben enkele jaren terug nog eens een gouverneur tot ridder geslagen. En een jaar geleden was ik hier een gouverneur. Ja. Maar ik wil u uitnodigen om het podium te bestijgen, maar je wordt het niet zomaar. Je moet wel een proef afleggen. Ofwel onze fameuze duvel. Als zo'n ding regent, je hebt ongesproken van. Of van mij mag je ook een liedje zingen natuurlijk, dat mag ook. En dan houdt het met een winkel. En dan moet je uiteraard nog een eet afleggen. Hè. Ah nee, we gaan allemaal weer tellen, hè. Hoe lang gaan we tellen? Wanneer beginnen we? Diep ademen. Wat in China zegt ze, kampfeil zijn. In China zegt men kampfeil, zegt men. In Finland zegt men kitos. Zeg maar als ik mag doen. Ik doe maar. Ja 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 ja. Ik beloof trouw te zijn aan het lachgevoel en zal met ridderlijkheid en vooral met humor de belangen van de lach verdedigen. Wij dank u zeer. Proficiat.
Dankjewel. Ja, drie minister blijft mij. Drie minister blijft mij. Allee. Jullie gebruiken provinciaal en hartelijk bedankt voor je komst. Dankjewel. En het is niet van die het gaan voor je allemaal, hè. Dank voor de kennis. Dankjewel. Ten tweede is inderdaad ook een dame. Jullie hebben de naam al gehoord. Greet van der Zavel, de Lach van Bordeaux. Wij noemen ze het Belfort van Land. Greetje, waar ben je? Greetje. Greetje. Ah, ze komt eraan. Eerst een afvoeding, hè. En dan, we moeten Greetje me voorstellen. De burgemeester heeft alles gezegd ervan, dus als teken klaar, het Belfort van Land, zoals we gezegd hebben, alsjeblieft. De duwe afvoeding. Misschien wel zal liever een liedje zingen. Ja, dat is een stukje. Dat is niet van mij. Ja, misschien wel zal liever een liedje zingen. Ja, dat mag je zijn. Ze mag dadelijk liedjes zingen. Ze moet wel zien dat ze een stijf tong heeft natuurlijk. Ja. Eén keer, hè. Diep ademen. Ja, maar eigenlijk moet dat een voeten zijn. Hè. Eigenlijk moeten we nu de ogen toedoen en door de vingers kijken. Om dat toch al een beetje te tongen te hebben. Nee, het ogen hier moet aan de weg. En de oplichter maar is dat de koffie maar voor de voort is. Ze weten het nog wel, hoor. Dan moet je allemaal in een fruitsap van lang. Greetje, ik ben alweer. Nu mag je de eet afleggen. Ik beloof trouw te zijn aan het lachgevoel en zal met ridderlijkheid en vooral met humor de belangen van de lach verdedigen. Prima, bedankt. Proficiat en welkom in de club. Maar ik moet het doen. De kus van Belfort. Ah ja, maar. Die meneer is van Bommelzolder, hè? Dat is in de buurt van Lang. Oké, we hebben nog een derde persoon. Eigenlijk is het geen persoon, het is een groep. En het zijn de groep van de vereniging Horeca Uitbaters. Vorig jaar is deze groep opgericht. En ze staan inderdaad te trappen om met activiteiten en initiatieven van de gemeente in het centrum mee te doen. Voor het tweede jaar op rij nu zaten ze maandenlang samen met het inrichtingscomité. En we kunnen ze tegenwoordig al helemaal niet meer missen. Ze zijn echt noodzakelijk om dit evenement te laten wegslagen. Ze zijn ons toegelaten in de catering en wat erbij hoort. En als appreciatie met gedrevenheid en met enthousiasme slaan we de groep Vereniging Horeca met genoegen tot ridder. In het genootschap van het lachmannetje. Een lang applaus voor de Vereniging Horeca. En dat zijn La Papa, de Tor, de Oro, de Rasserie het Centrum, de Lodge, de Tichel, Coffee to Stay, Vidas en Bahari Beller Kebab. Een applaus alsjeblieft voor deze mensen. En daar zijn we tegenwoordig. Kom er iemand naar boven, spreek je wel. Als je komen, doe je het zelf eigenlijk. Ja, die mannen zijn aan het werken, wil je een pintje stappen en dan komt er voor ons, wie weet ik. Ik stel voor dat iemand op plaats van er voor komt voor hen. Kom maar dan maar. Voilà, komen we maar. Ja, 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 natuurlijk. Ja. Je komt niet voor de medaille, voor het begin, dan wil je door.
Evet, ben kendi hangi dönemden? Mama hangi dönemden oldu? Hollanda oldu. Hollanda oldu. Daha sonra kök. Voor die kilo Peter! Ah, dat doe je lang de Eva geven. Wat moet ik? Ik moet lezen. Ja, mijn bril was nog geen examen. Mijn bril is al niet om te lezen. Ik geloof trouw te zijn aan het lachgevoel en van met ridderlijkheid en vooral met humor en belangen van de lach verdedigen. Prima gedaan. Prima gedaan. Je wordt gered, hoor. Ja, je wordt hier gered. Zijn we het ook opgeschreven? Nee. Dat is heel te zwaar, hè? Ga het er maar op in uw winkel, hè? Dames en heren, dat was het voor ons dit jaar. Wij danken u zeer voor de opmerking.